Fantastisch dat jullie doen. En een geweldig applaus voor al jullie kinderen met zoveel creativiteit. Leraren zeggen ook tegen mij, en dat is wel mooi om te blijven benadrukken, dat zij ook het mooiste beroep van de wereld hebben. Ja. En dat willen ze terug. Want dat is waar het over gaat. Wij stemmen tegen de begroting onderwijs als het hierbij blijft, als er geen structureel geld komt. Onderwijs, dat is niet incidenteel. Het salaris, dat is niet incidenteel. Leraren werken niet incidenteel. De loonkloof is niet incidenteel. We moeten structureel investeren in het onderwijs in Nederland. Je staat er niet voor jezelf. Je staat er voor het onderwijs. Je staat er voor je vak. Je staat er voor die kinderen. En je staat voor de toekomst van Nederland. Wat er moet gebeuren is structureel geld voor dit grote probleem. Het is tijd voor het onderwijs. Het is tijd om te kiezen voor onze toekomst. Het kan zo niet meer. Niet weer een onderzoekje, niet weer uitstel. Maak nou eens duidelijk vanuit de politiek dat onderwijs daadwerkelijk een topprioriteit is.